Morgen heb ik de mondeling-examens voor 3 vakken. En wat gebeurt er zaterdag? Ja, dan moeten we hier weg zijn uit dit huisje. En daarnaast is er een andere uitdaging. Jij hebt een handicap. Ja, ik heb spasticiteit aan alle 4 ledematen. Het maakt bijvoorbeeld lopen moeilijk, schrijven is moeilijker. Permanent wonen mag niet van de gemeente Ede, dus ze moeten ook één streep trekken en zeggen we moeten handhaven. Klopt, ja. En dat weten wij natuurlijk ook. En dat is ook niet wat wij bestrijden. Wij dachten hier eigenlijk al veel eerder weg te zijn. Wat hebben jullie zelf gedaan met deze zoektocht naar een woning? Normale woningaanbod, maar ook mensen gewoon benaderd en gevraagd. Briefjes opgehangen, van alles. We zitten hier doordat we niks anders kunnen vinden op dit moment, maar ook door de hele situatie. We waren verdacht van het ontduiken van leerplicht. Dat kwam uiteindelijk niet door ons, want ik kreeg gewoon geen boeken. Pas het onderwijs zouden ervoor moeten zorgen, maar ja, dat gebeurt dus niet. Een woning met genoeg kamers voor, het liefste natuurlijk dat je een eigen kamer hebt, maar in ieder geval ruimte voor jou wel om zich voor te kunnen bewegen en te kunnen draaien met zijn rollator. Een wasmachine hebben we wel, maar we hebben alleen geen plek om hem neer te zetten. Dus een huis waar we een wasmachine in kunnen zetten zou al heel fijn zijn. €60.000 boete als we niet vertrekken. We staan met onze dozen en koffers op straat, denk ik. Hoe voelt dat zaterdag hier weggaan en niet weten waar naartoe? Onwerkelijk. Ik focus me nu eerst op morgen. Als ik de mooie cijfers gehaald heb, dan zien we het wel verder.